Gistermiddag is aan de Schalterdalweg in Beekbergen een hoogspanningskabel geknapt doordat er een dode boom op de kabel was gevallen. De kabel lag onder meer over de weg, een schuurtje en over een aantal chalets bij een nabijgelegen camping. De netbeheerder had de spanning op afstand van de kabel gehaald en de stroom omgeleid, zodat omwonenden niet lang zonder stroom hebben gezeten. De weg is door de gemeente met hekken afgesloten tot de kabel is gerepareerd en dat gaat uiterlijk maandag, vandaag dus, gebeuren.